Een drama vanmorgen in de Robert Scottstraat in Bos en Lommer. De buurt is afgezet met linten en de politie doet groot onderzoek. Ja, er is helaas mijn overbuurman naar mijn andere overbuurmannen gegaan kennelijk. En heeft hij ze neergestoken. Toen zag ik hier op straat eigenlijk al allemaal mensen bellen en naar het balkon naast mij kijken en wijzen. En toen stond mijn buurman. Blijkbaar, ik had hem nog nooit gezien, maar met een heel groot mes helemaal onder het bloed op het balkon te zwaaien en te schreeuwen. En op straat liep een man, half naakt, ook helemaal onder het bloed. Volgens mensen is hij van het balkon afgesprongen om te vluchten. En de dader, de buurman die boven ze woont, heeft met het mes op het balkon gestaan. Die wilde met één been eroverheen om er achteraan te gaan. Toen is mijn dochter zeggen dat ik hey heb geroepen. Toen heeft hij zich bedacht. Het eerste slachtoffer werd opgevangen door buurtbewoners en is vervolgens zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Het andere slachtoffer bleef achter in de woning en kon niet meer gered worden door ambulancepersoneel. De politie heeft direct een verdachte aangehouden op straat. De verdachte is een man van 36. Verder delen wij op dit moment niet meer informatie over die man. Over het hoe en het waarom, waarom dit gebeurd is, daar gaan wij uiteraard uitvoerig onderzoek naar doen. En informatie daarover van burgers is van harte welkom bij ons. Wat ik bij hem had, omdat hij ook wel vaker in de buurt hardop liep te praten of hardop liep te lachen. En ik zijn hele houding. Ik heb gewoon een bepaalde intuïtie en dan voel ik dat en dan hou ik afstand. Ik woon hier nog niet zo lang. Ik woon hier nu een maand of 8 en het is een hele rustige buurt. Er gebeurt hier volgens mij eigenlijk helemaal nooit wat. Althans, ik heb het nog niet eerder meegemaakt. Denkt u dat er ruzie is geweest of kwam dit uit het niets? Ik heb er echt geen zicht op. Ik weet, kijk, als deze man daadwerkelijk in de war is geweest, kan alles een aanleiding zijn geweest.